Dat is de ruggengraat van onze samenleving, onderwijzers, maar ook verpleegkundigen, de brandweerman, onze hulpverleners. We zien dat die nu onder druk staan, moeilijk een plek vinden in de stad. Dus we zoeken een plek en een marktpartij met wie we afspraken kunnen maken om deze doelgroepen actief toe te wijzen. En ook zien we kansen om de Rotterdamwet daarvoor te gebruiken, om deze mensen met voorrang toe te wijzen in de gebieden waar de Rotterdamwet geldt. Worden er twee wijken genoemd op Zuid? Ja, de wijken waar de Rotterdamwet geldt, zou dat een mogelijkheid zijn. Ja. En hoe groot is het percentage dan van hulpverleners en onderwijzers dat daar dan voorrang krijgt? Wij denken nu aan een pilot met een marktpartij waarin we dan zeggen 30% van die huizen die zou naar de agenten moeten gaan en naar de hulpverleners. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk andere partijen die zeggen ja, ik ben wel geen hulpverlener of een onderwijzer, maar ik zit ook in diezelfde loongroep. Ja, dat klopt. Daarom is heel dat actieplan dus voor iedereen. Maar we zien dat deze doelgroepen, de stad heeft ze heel hard nodig. De vraag daarna is groot en daar willen we iets extra's voor doen. Hoe reageert de markt erop? Want die willen natuurlijk bouwen. Die willen voor veel bouwen. Ja, en dan zegt u van het mag niet te duur worden. Dat klopt. Ik heb veel gesprekken met marktpartijen. En tegelijkertijd zien zij ook wel dat als deze stad ook naar de toekomst toe heel interessant wil blijven. En zijn waarde wil behouden. Want Rotterdam is een echte werkstad. Dan moet je ook alle beroepen die daaraan bijdragen vasthouden in de stad. Dus er is goed afspraken te maken met de marktpartijen. Ja. Zijn er ook marktpartijen die gezegd hebben, mooi plan, maar wij doen daar niet aan mee? Ik ben ze nog niet tegengekomen. En anders hebben ze pech gehad, want we gaan dit echt doen voor deze doelgroep in de stad.